Hallo en welkom bij Deadline. Een hele mooie grote nieuwe zombie map. Waar we het als het goed is heel lang gaan uithouden. Je had ronde 38 gehaald. Uh-huh. Ja. En toen was je het hem zat. Ja, ik moet nog zombies vinden. Best grote map. Starting area, power room. Nou, mainframe die zie je hier voor mijn neus daar. Main house, een barn, een treehouse en een beach. Een beach. We hebben de Russian manor. Hier gaan we zonnen met de zombies. Gaan we zonnen met de zombies. Tequila erbij. Zonnen met de zombietjes. Zombietjes, ja. Dan gaan we even kijken hoe ver we kunnen komen. Hopelijk heel ver, 160 of zo, maar dat zal een beetje overdreven zijn. Ja, dat gaat ons doel zijn. Dat gaan we proberen. 160? Ja. Nou, we kunnen heel veel rondrennen, dus dat moeten we wel willen, maar ik denk dat we dan morgen vroeg nog bezig zijn. Wow. Om 60 morgen vroeg? Nee. Morgenavond? Nee, we twee uur zijn we er vanaf. 2 uur? Dat is 2 uur en een half. Nee, dat zal dan een wereldrecord zijn. Dat zou mooi zijn. Waar de fuck is die jongen? Oeh, mooi, je kunt hier in het raam springen. Nee. Nice. Kunnen we dan ook naar buiten als alles weg zou zijn? Nee, dat weet ik niet. Kan dat bij elk raam? Nee. Alleen bij die ene? Nee, we hebben meerdere ramen. Mooi nuke. Yay! Genoeg puntje om het open te kopen in geval van nood. Ik kan ook zo mooi met zijn kop naar boven. Sommige klinken echt als een crawl uit de grond komen, dat slaat nergens op. Oh, wow. Kom hier. Oeh, mooi. Dat ging nog maar net. Is dat de laatste? Is de laatste. Die beeld maar even. Dat kan nu mooi. Als ik zo niet bezig is. Oh, konden jullie naar buiten springen? Dat is er nog een raam. Dat raam waar je nu bij bent. Oh ja, dan kun je naar buiten. Ja? Mooi. Ja, dat is mooi. Waarom vind ik dat altijd? Hoe krijg ik het altijd voor elkaar om dingen te vinden zoals dat of niet dan? Ga eens naast die zombie staan. Kan dat? Nee, ik raak er niet spijtig genoeg. Oh, dat is wel beter. Ja, aan de andere kant van de map. Ah ja, als je te ver loopt, dan donder je waarschijnlijk door de map heen, of niet? Wat zou die zombie doen? Mooi. Ah, ik ben binnen. Ik ben aan de andere kant. Zonder die deur open te kopen. Wacht, ik ben naast de zombie. Hallo. Oh, ja, ik ben... Wacht, ja. Ik ben ook buiten, ik kom nou weer door de bossen heen. We moeten naar rechts, door de bossen helemaal. En dan kunnen we... Ah ja, ik sta nou bij zombie, wacht. Kan ik hier... Hoi. Ik kan ook gewoon het raam van de zombie gebruiken, misschien. Ah ja, als die erdoor is, dan zo. Ik was er juist toe. Ja, inderdaad. Mooi. Kun je nog je beelden? Anyway, altijd maar uitkijken. Maar als je dat deed, dan kom je vast te zitten over het algemeen. Maar ik krijg er toch geen punten van. Mooi, je kunt ook over de muurtje heen springen. Mooi, hebben we nou... Maar hier ben ik doorgegaan. Ik weet niet hoe dat komt. Ik ben hier doorgesprongen. Ik raak hier niet meer terug. Oh. Prima. Toch? Oké, okay, de mainframe. Oh, dat is de pack-a-punch gewoon. De die-rise style. Nee, Der Riese. Het is wel een mooie lompe map op zich. Zeker wel. Oeh, kun je hier naar binnen springen? Ah. Oh. Dat is spijtig. Wacht, via die trap kunnen we... Oeh, hier. Yeah. Ah, kut. Het is allemaal geblokt. Ah. Dit wordt wat. Ah ja, laat even random box. Of niet?
Die is daar. Mooi lichtje. Door de hele hemel heen. Oh, die MG zie je. Dat is echt ziek. Hij is zelfs nog in de vette een stad gebouwd. Kan nooit. Wat heb je? MNI. Ah, dat valt nog mee. Nou, wauw. Daar word je blij van, de double barrel shotgun. Wauw. En de type 100? Dat is nog die zombies zijn nog altijd in die hut bezig, hè. Die zijn langs dezelfde die barricades aan het breken. Mooi. Flamethrower of... Ja. Fuck die double barrel shotgun. Oh. En ik heb een type 100'tje. Wow. Mooi. Die barricades eruit breken. Ah ja, ze staan wel buiten nu inmiddels. Dat is alweer iets. Ze hebben door dat ze... Ah, de klemt er een zelfs over de muur heen. Wat een moeite doet die jongen om ons te killen. I was on fire once. It was no fun. Huh? Armored Dempsey. Double point. Damn, jongen. Nu gaan allemaal zot te worden hier binnen. Oh ja. Oeh, wat ligt daar? Een nuke. Bom, bom, bom. En weer naar buiten. Zo kunnen we helemaal rond de 60 houden. Ja. Dat zou echt gemeen zijn, hoor. Het is meer een weapon testing chamber nu. Kijken welk wapen het beste is. Oeh, wat is er bij de power room eigenlijk? Oeh, ook allemaal turrets? Fucking hell. Max ammo. Ah, die deur moet je opkopen. Dat is spijtig. Echt belachelijk, man. Hey, zombie. Oeh, what the fuck? Die zombie die sloeg mij door die ruit heen. Nee, bijna. Dat is echt slecht. Echt, hè? Wat niet echt moeilijk van. Oeh, wat ligt daar binnen? Ah. Kom maar. Ik kan wel snel zombies kennen, zo. Gewoon naar binnen springen. Hop. Hallo. Ik ga even kijken naar nieuwe randomboxen we hebben. Lalalalalalala. Maar ik heb nog steeds dat ik naar beneden moet scrollen. Ik weet niet waar die game last van heeft. Want het staat ingesteld op 1 en boven scrollen, maar 1 doet helemaal niks. Ik weet niet wat er veranderd is. Het zal wel. De type 100. Jij gaat weg. Monkey bombs, mooi. En dat is geen Regen. Ik vind het nog steeds stom dat het geluid van een Regen erbij komt. Mooi, de MG42. En die flamethrower nou nog weg, denk ik. STG heeft die flamethrower. STG. Ja. Ik ben net iets meer aan. Is er nou een zipline van dat ding of niet? Een zipliner bovenop dek. Ah, kun je hier niet langs springen over de muurtje, dat is gaar. Je hebt ook mooi punt aan het farmen. 160, dat moeten we halen. Fuck. Het is officieel geen cheat ook. Huh? Het is ook geen cheat of zo eigenlijk. Want dat doen we niet. Nee, we springen gewoon naar buiten. Niks op pad. Maar geblokt zijn, anders mag dat. Dat is toelating. Ja, inderdaad. Kijk, met de Modern Warfare 2. Heel veel die zaten buiten. Buiten de map. Waaronder ik. Is dat? Wel een hele map lang proberen trouwens, maar... Ja, maar zien waar je op mocht en waar niet, man. Nee, inderdaad. En dat, dan werd je weer afgeknald. Was je zo goed bezig. Oké. Is nog een zombie ontsnapt. Oké.
Nog drie. Oh nee. Random box. Oh kijk. Oh wat fuck, ze klimmen bovenop elkaar. Oh moet jij, waarom ga je random box? Heb je geen ammo meer? Random boxen. Huh? Heb je geen ammo meer? Jawel, maar ik moet aan de wafels. Zeg, want heb je max ammo. Lach er in het midden. Zombies left. Ella. Wat een mooie bomen. Over de hele. Oh, teddybeer. Oh. Moet je nog wat openkopen ook niet, je hebt al te weinig punten. Nou. Ons lichte wapens. Ja, dat ook nog. Wat heb je eigenlijk? G42. Hm? MG en M1A1. Nou, die MG heb ik dus ook. Is niet slecht. Nou. Oh, er ligt. Waar ligt die perk? Oh. Weet ik eigenlijk niet. What the fuck? Die hit mij vanaf dat aan je deur staan. Die lag in de grond, die perk. Wat, in de grond? Ja, die lag hier in de grond. Dat is heel raar. Mooi dat je die deur van buiten niet kunt openkopen. Nee, niet dat hoeft. Maar. Oh, dat eigenlijk ooit doen. Dan hebben we ons boer afgehaald, hè. Ja, ronde 60 is het doel, hè. Oh. Ronde 61 is deuren openkopen. Dat is het objectief. Eerst hier alles openkopen, goede wapens hebben, pack-a-punch, alle perks. Oh, het is dat. Altijd van de wereld voor. Eerst even punten halen. Oh ja. Deadline. Welke deadline? We hebben geen deadline. Mami. Mooi, ben ik helemaal. Kom er ook nog wel vanaf. La 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 la. I love you. Er is niemand. Oh. Ja, ik had niet op die zombie kamer gekeken. Ah ja, wacht, die zombie gaat dood. Oh, zo schattig. Waarom kan ik niet crouch dingen ze? Oh. Die controls zijn er eigenlijk. Weet ik niet. Ja, de power. Ah. Dat zal ik even opkopen. Ik ga even bij mijn controls kijken of het nou echt zo krom staat of dat gewoon mij ligt. Switch weapon, nou staat de wheel down. What the fuck game? Dat wil ik wheel up en wheel down hebben, mag dat ook? Ha, eindelijk hé. Hey, is gefixt. Nee, maar de vorige keer dat we dat aan het opnemen, toen stond hij echt op 1 en up. En dan ging hij met down, maar hij heeft waarschijnlijk die setting niet opgeslagen ofzo. De game was mij gewoon aan het neuken. Oh. Waar ik bij stond. Het was gewoon verkrachting eigenlijk. Maar ik stemde het er niet mee in. Echt door Call of Duty en zombies tegelijk. Ja, Activision. Hoeveel zombies zijn er nog? Ja. Oeh. What the fuck? Ah, crawler die bovenop het lichaam ligt. Staat. Oh, fuck. Is dit net geen ruit die open is? Oh, hij komt er doorheen? Nee. Is het best? Ah, arm jochie. Waar ging je dan? Dingen openkopen voor de power? 3D voor de power? Oh joh. Ja, dat is de random box toch? Huh? Oké. Koopt die open. Drukt ons, hè? Oh, dat mag ook. Je hebt ook meer puntjes. Je hebt niet veel meer zombie kills, hoe de fuck krijg je? Nou ja, veel meer. Je hebt een 40 meer, maar. De punten zijn wel dubbel. Welk? De punten zijn wel dubbel, terwijl je zeg maar 40 kills meer hebt. Zombies. Hoe de fuck krijg je het van elkaar? Minder random box. Ik heb maar 2 keer geen random box, hè? Nou ja. Ik heb. Heel veel geknifed. 4 keer of zo, denk ik. 5 keer, ik weet het niet eens meer.
Naar binnen? Nee, laat me niet doen. Gaat mis. Dat zie ik al wel gebeuren. Knijven? Ja, naar binnen en knijven. Nou, dat was ronde 10 al. Nog nooit zo moeilijk een ronde 10 gehad. Oh. Al eens is dat van ons doel. Ja, inderdaad. En dit lukt ook al binnen 2 uur. Ah, ik ben daar niet zo voor. Ik wil eens kopen. Oh, daar ligt er nog. Een drop. Double points. ik voel me ook totaal niet slecht eigenlijk. Nou, eigenlijk nog niet, hè? Nee, we hebben ook geen 100, dat is nog het mooiste. Mooi, Reagan. Mooi. Nou, ik nog iets fatsoenlijks. De PTRS. De power aan doen, hè? Oh, ja. Oeh, kijk, licht. Dat ook daadwerkelijk licht. Oh, mooi, de Browning en de MG. Oh, nee. Oh, kut, zombie hier beneden. Ah, ja, we hebben deze deur opgekocht. Nu spawn je die overal. Oh, oh. Yes. Wat was er hierboven? Wat zit er achter deze deur? Is een teleportlink. Hoe de fuck? Waar de fuck ben jij? Hier. Ah, beneden. Nee, omdat er boven inderdaad is een deur. Ja, achter die deur is die teleportlink. Ah. Eén van. Nee, onze deur. Waar de fuck is de teleporter dan? Oh, dat is een mainframe. Ah, voor de packbench. Inderdaad. Nee, de zombies waren overal nu. Nou wordt het moeilijk. Oh nee. Pack a punch! Ik zie hem al staan. Huis? Kun je hier opklimmen? Nee. Er is wel een ladder met een ding, maar... Wat de fuck is er in die barn dan? Oh, is het ook een dat is de teleporter zelf, of is dat ook een mainframe? Dat is ook nog een link. Huh. Ben jij nog in de buurt van de mainframe? Ja. Ah, de jug is hier. Ah. Oh. Niks jongen, 25 seconds. Hoe kun je hier naar boven klimmen? Ja, ook nog. De open door, nee. Laten we mooi die ene deur alleen. Ah, daarboven! Ah, nou zie ik het ook wel. Ja. Dat is een mooie kralder. Zou je echt helemaal via daar om kunnen lopen naar het ene hokje hier, in die trap? Maar dan moet het wel open zijn natuurlijk, anders kun je alsnog niet erin. Zullen ze opkopen nu? Ja. Inderdaad. Maar ronde 61 is ronde 11 geworden. Moet je Juk nog hebben trouwens? In die bar? Ja, misschien wel. Gemakkelijk hè. Wat is dit? Wat? Press and hold the satchel charges. One time only. En dan krijg je C4. Kan op zich wel grappig zijn tegen zombies. Huh? Maar er staat one time only, dat vind ik een beetje creepy. Wat is dit? Fuck. Een lift. Een lift? Nice. Ik ga wel mee in de lift. En? Had jij de teleporter linkje dan? Oh ja, is goed. Nee, ik wist niet dat hij beneden hier was. Oeh. Wat een mooie lift. Oh. Wat? Power down force field? Ja. Kan ik wel fatsoenlijk naar links lopen of ga ik dood? Nee, nee, je kunt lopen. Oh nee, daar kan ik niet door. Dan moet ik eerst 1000 betalen. Aha. Nu snap ik. Ik dacht wel, er stonden gewoon een paar van die dingen, maar er kwam niks uit. Want er waren van die stroomdingen. Allee, ooit je linkt hier aan die teleport? Holy fuck. Het is lomp hier beneden, joh. Oh-oh, is er iemand dood? Oh-oh. Waarom zitten hier open gaten en buildables? Oei. Kun je het ook openkopen? Dan kun je ook nog buiten rondrennen. Buiten de bunker.
ding. Ah. What the fuck, jongen, dat is onder de map. Oh, ook nog onder? What the hell? Ga ik helemaal rond? Oh, 6000! Voor een fucking deur. Tijdens het probleem zijn ze bezig. Oh, jij bent ook met de lift naar beneden aan het gaan? Ja. Of? Oké. Okay. En jij bent een pakje aan het leeg drinken. Yep. Ik hoor het. Nooit in geblazen? Nee, hier zitten van die fucking stroomdingen. Dat was fucked up. Ik was bang. Oh. Ja. Wilt jij hier dus gaan staan? Nee, ik ga niet in die floppen dingen staan. Alhoewel? Gaat het werken? Beetje uitgemeten. Dat weet ik niet. Ik denk dat je nog net tussendoor bent. Ik heb al geprobeerd hieruit en dan kun je niet doorheen springen. Allemaal. Nee, ja, dat weet ik niet. Ik heb die dichter niet geprobeerd. Ik ben echt langzaam, jongen, met die MG's. Ja. Waar was die deur van 6000? Daar, onder de trap. Onder de dinges. Ah ja, die daar. Het zal wel iets heel moois achter zitten, denk ik. Of nee? Hé, hey, oi, sterf is, jongen. Zal ik met de lift naar boven gaan? Jot. Oi, kennen. Gaat die lift uit zichzelf? Ja. Ah, oké. Okay. Oeh. Dat kwam er ook nog net tussendoor, hè? Boosters door. Ja, inderdaad. Wat is hier eigenlijk? Hier hebben we verder ook nog niet gekeken. Boven. In de treehouse wacht ik wel eigenlijk met de zipline. Kan dat? Ja. Ook als daar ginds al niet opengekocht is? Ik dacht dat je dat moest activeren. Hier rechts zal ik die eens kopen. Hier door de raam springen, door de tag. Wat de fuck is dat voor groen licht naast jou, joh? Ah, nu is de zipline geactiveerd. Nu kun je die gebruiken. Oké. Okay. Wat ligt... Ah, er ligt hier een PTRS. Je een mooie sniper. Ze kan een mooie sniper hideout dit trouwens. Dat is heel goed. Gewoon maar langs één kant houden. Alleen vanaf beneden? Serieus? Dat is wel nice. Maar de zipline is 1500 dingen trouwens. Dus. Vandaar dat ik hem niet heb gebruikt. Vond ik een beetje duur voor niks, zeg maar. Oh, je wat proberen hierboven? Jot. Ja, als het werkt, zou mooi zijn. Kunnen we altijd ontsnappen daar naartoe. Dus de. En waar gaan die zombies komen? Vanaf boven, uit de boom. Ah, aapjes. Aapjes. Monkeys, ja. Nova crawlers. Ook al heb ik er juist nog 25 zombies gekild die gewoon beukt in een huis stonden in het begin, maar oké. Serieus? Ja. Nog steeds? Ondanks dat we die deur... Oh my god. Zombie. In naar beneden. Ja, je ziet dat die allemaal daar spannen. Dan zie je die spannen allemaal daar nog, ze. Nog steeds? Oh my fucking god. Oh ja. Ze hebben die dingen in Black Ops behoorlijk genervd, maar dit ding is ook recall. Fucking hell. Heb je al gepackerpunched? Ja. Ah. Ik dacht dat jouw punten waren opeens allemaal weg. Nee, what the fuck. Wist je dat die bovenste mainframe niet voor hebben, of op dat dak? Van het huis. Ja, oh nee, dat is geen mainframe. Nee, nevermind. Nee, dat leek op een mainframe. Maar dat is gewoon dat alle die stomme dinges van de mainframe zelf. Het dakdeel, zeg maar. Oh. Speed Cola, waar is die trouwens? Die heb ik nog niet gezien. Oh, daar zijn we juist gepasseerd. Waar was dat nou weer? Boven. In het huis. Ah, oké. Okay. Ik dat zo even hebben. En straks ook maar even pack-a-punch.
Oh nee dan. Het zal gebeuren. Ja. Kun je jezelf ook opklimmen via de zijkanten? Ja. I'll do the pack-a-punch. Ja, een mooie pack-a-punch. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwde games kopen zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.